Met mede dankzij de jeugd die in het prille begin dat ik die kast net had en die hem in elkaar zouden zetten. Zodanig heb weten te mallen, ja, hoe moet ik dat zeggen? Lekker bezig zijn geweest met die jeugd. Wie gaat er met zulke grote schroeven in een kast? Ja, ik heb hem er weer uitgehaald. Hij heeft hem er helemaal weer uitgehaald. Ja. Maar hij laat wel ook andere troep weer leggen. Dan zullen we dat dan ook even erbij in doen. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Wat is er met je gegrom? En ook nog gaven. Zo dan. Halleluja. Ik ben al een tijdje wakker, maar ik kom toch net pas van beneden, van bovenaf. Maar dat doet er allemaal niet toe. Ik ben ook bezig geweest. Ook de wasdroger gedraaid alweer. Nou zeg! Halleluja. En ik moet opschieten. Tenminste, opschieten. Wat heet het? Het is vandaag trouwens. Wat voor dag is het vandaag? Woensdag. Het is de 8e van de 3e, 2023. Ook dat nog. En we leven al om 1 minuut over 3. Nou, nog eentje die in jank ligt. Jullie zijn tig keren buiten geweest. Dus we rusten eraan. Maar in ieder geval ook krijg ik rond 4:15 bezoek. En die gaat mijn kast boven maken. Ja, eindelijk is een keer weer wat, wordt er weer wat gedaan. Ja, ik had het jaar, of het nou 2017 was of 2018, dat laat ik even of het, om het oneven. Dat weet ik dus niet meer. Maar dan had ik een nieuwe dressoir gekocht. Zo'n dressoir die ook die kermismensen meestal hebben in hun caravan, camper, waar ze ook mogen wonen. In hun, van de woonwagen mensen. Zo'n hele mooie, met zo'n hele grote spiegel eromheen. En met in elkaar zetten, de deurtjes. Nou, één deurtje niet. En dat was deurtje aan de, als je er zo voor staat, aan de linkerkant. En dat zijn van die ronde deurtjes, met die ronde, half ronde deurtjes. Ja, die draaien 90 graden. Maar het ene deurtje wou er wel in, het andere deurtje niet. Werd dat tegenover mijn beweertje? Ja, de scharnieren zijn kapot. Nou, dat was dus niet waar. Wat is het toch? Nee, is niet nodig. Maar in ieder geval, die scharnieren zijn niet kapot. Dus hij gaat het vanmiddag even fixen vanmiddag. Nou, toppie, geweldig. Ben ik weer blij mee. Kan dat ook eindelijk weer eens opgeruimd worden en schoongemaakt worden. Ja. Maar in ieder geval, dat hoop ik dat dat goed komt. En, want ja, hij zegt, hé, de schroeven er nog bij. Hallo, de schroeven, die hebben ze in het bakje erbij gedonderd. En er zitten nog veel meer schroeven bij. Dus welke schroeven dan is die er in dat gaatje van die scharnier behoort, weet ik ook niet. Dus zoek maar uit. Ja. Ik dat niet weten. Nee. Ik was er niet bij. Zij zijn aan het prutsen geweest en aan het doen geweest. En weet ik veel. Dat was jeugd. Ja, dat is ja. Maar in ieder geval, het komt wel goed, hopelijk. En er is ook veel meer te maken. Wat mijn mannetje allemaal niet heeft af kunnen maken. Wat gewoon zo iets blijven leggen. Net als boven mijn overlopen. Nou ja, bij de trap. Er zit, moet nog een randje bij het traphekje. Moet nog een deurrandje, dat legt er al. Nou ja, dat heeft mijn man er nog neergelegen, dat legt er nog. Ja? In de scheur staat nog een planklaminaat van hetzelfde. Dat moet dan bij de trap ervoor. Dat staat in de scheur, want daar heeft hij een mal op getekend. Of het allemaal goed is, weet ik niet, want ik heb er geen verstand van. De mal die behoort eigenlijk spiegelbeeld, zeggen ze. Ik ook dat niet weten. Maar in ieder geval,
Ook daar vraag ik hem naar. Nou, mijn schilderij. Daar wil ik een lijst omheen. Nou, ik heb latjes. En daar kan een lijst van gemaakt worden. En dat moet zwart gemaakt worden. Want ik wilde precies exact hetzelfde dan het bestaande schilderij die naar mijn stiefbroer is gegaan. Want ja, ook die heb ik nog enkel, ik heb er geen contact mee. Nee, hoeft er mij ook niet. Het zijn allemaal van die bedweters, weet je. Dus, maar in ieder geval, daar wil ik dan ook nog een lijst omheen. Nou, dan is dat ook af. En zo zijn er nog allemaal van die kleine klusjes dat ik niet kan. En wat hij wel voor me kan doen. Maar ja, hij kan de vloer niet voor me doen, want daar moet ik geld voor hebben. Ja, en een heleboel ook. Dat is, kost niet gratis, nee. En er is ook niet iemand anders die een vloer voor mij over heeft, want ik hoor niks. Ik hoor niks. Van, oh, wij willen je wel helpen, of ik heb wel nog een vloer, of wat dan ook, weet je. Maar helemaal nobody. Maar in ieder geval, maakt het allemaal niet uit. Ik hou gewoon vol goede moed. En er komt altijd wel iets op mijn weg, dat ik zeg van, ja, kijk. Daar ga ik mee akkoord. Maar oké. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Maar geniet ook weer een beetje met ons mee. En ja, het is roetje koud. Het was geloof ik 0 graden qua gevoelstemperatuur. Het was 4 graden en de gevoelstemperatuur 0 graden vanwege de wind. Dus ja, het is koud, dus warm aankleden. Althans, degenen die aan deze kant wonen. Ja, meer naar het midden zal het nog kouder wezen. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze. En tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik denk, ik pak jullie er maar weer even bij. We gaan zo even naar boven. Want Jan, die is geweest. Die is met mij in de reservoir bezig geweest. En hij is gelijk begonnen. Hij had niet eens die koffie gehad. Niks. Nee. Hij ben dikke uur bezig geweest. En het is hem niet gelukt zoals het behoort. Met mede dankzij de jeugd die in het prillen begin dat ik die kast net had. En die hem in elkaar zouden zetten. Zodanig heb weten te mallen, ja, hoe moet ik dat zeggen, lekker bezig zijn geweest, maar niet heus. Wie gaat er met zulke grote schroeven in een kast? Dat sowieso al, doe je niet. Er horen schroefjes bij, hè. Gebruik die schroefjes dan ook. En ga niet met grote schroeven erin jagen, zodat er grote gaten inkomen. Dus ja, hoe het nou moet weten we niet, maar... We gaan even kijken. Ik draai jullie even om en ik pak mijn stok en we gaan eventjes naar boven toe. Ja, we zullen het zien. We gaan het beleven. Even mijn stok. Even mijn stoeltje draaien. Kijk, omdraaien. Opstaan bedoel ik. Zo. Leuk, hè? Ja, leuk. Nou, dan gaan we naar boven. Jullie horen de droge rook draaien, geloof ik, hoop ik, denk ik, weet ik niet zeker. Er weer uitgehaald. Hij heeft hem er helemaal weer uitgehaald. Ja. Maar hij laat wel ook onder het troepje leggen. Dan zullen we dat dan ook even erbij in doen. Nou, die daar maar. Dus ja. Hij had hem er wel in, maar wat gebeurde er met het deurtje? Hij werkte als een veer. Kwam terug. Hij bleef niet zo. Hij kwam iedere keer zo. Terug. En dat behoort niet. Ja? Zo. Dus ja, helaas. Pindakaas.
En dan ga ik achteruit terug. Want ik durf niet vooruit. Nee. En dan laat ik jullie gewoon ook zien wat ik zie, hè. Ja. Treetje voor treetje. Dat kun je zo wel even doen, want dat doen we nu ook wel eens. Kijken waar ik sta en waar ik ben. Maar voor de rest ook niet. En op mijn knie niet. Maar ja, dat maakt niet uit. We zijn er weer. Zo. Hi, meisje lief en kereltje lief en nog een meisje lief. Ik heb die gekant, maar ik moet de oogjes nog vrij zien te knippen. Uitklooster. Hé? Ja, uitklooster. Maar ja, ik doe het even weer anders. Ja, doe ik zo'n touwtje om me heen. Zo, die weer omdraaien. Zo, en dan zet ik jullie eventjes ook weer neer. Even mijn stoel erbij draaien. En dan zitten we weer. Zo. Voilà. Stok weer ophangen. Ja, het is balen. Ik had gehoopt dat het voor elkaar zou komen. Maar ja. Je moet nooit, maar ook nooit niet, als je een kast koopt, door jongvolwassenen dat in elkaar laten zetten. Nee, want dat is met een Franse slag en dan lukt het nog niet. En dan moet je een meubelmaker erbij halen, wat geld kost en die zijn er ook. Dus dat heb ik maar nooit niet gedaan. En er werd mij verteld, ja, de scharnieren zijn kapot. Nee, de scharnieren zijn niet kapot. Nee, je moet gewoon het juiste materiaal gebruiken om een scharnier vast te zetten. En niet van die grote schroeven, weet ik veel hoe groot ze waren. Maar in ieder geval, ze kwamen aan de buitenkant er weer door. Ja, nou ken je dat? Nou nee, ik niet. Nou ja, hij gaat nou een andere oplossing zien te vinden. En dan moet hij thuis bij zijn gereedschap wezen. Dan moet hij zoeken, totdat hij het gevonden heeft. En dan zal hij het weer proberen. Maar of het hem dat lukken gaat, dat is vraag 2. Ja, dat weet hij ook nog niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach, doen wij hier ook verder. Het is grijs, grauw en triest. Het is koud, het is rillerig, het is wel droog, dat wel. Maar het is gewoon brrr. Is je kan, Delphi? Ja. Oh ja, kerel. Is het zo? Is het waar, man? Kan, Delphi, hè? Nou. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze. En geniet zeker weer met ons mee.